Nee, we hebben nog bij Giel gespeeld. Ja? Giel was leuk, ja, absoluut. Ja. Jullie hebben daar een nummer gespeeld live? Ja, we hebben onze nieuwe single gespeeld bij Giel vanochtend. En dat was, ik mag wel zeggen, weer vet op de vroege ochtend. Nee, we hebben hiervoor nog nooit op concertatie zelf gespeeld. Wel een paar keer, wel zelf na één keer alles gezien. En dan gaat het wel heel erg kriebelen. Dus het is wel te gek dat we daar dit jaar zelf ook mogen staan. Dat is wel, wel bijzonder. Nou ja, als je voor zoveel mensen staat te spelen, heb je meestal vlak voor het concert heb je altijd wel gezonde spanning. Wel gezonde spanning in je buik. Ja. Ja, dan neem je een paar biertjes en dan ben je weer helemaal relaxed. Oké, okay, ja, als het zo gaat. Dan zouden we het altijd in ieder geval, toch? Nou, we hebben niet vaak voor zoveel mensen gespeeld. Dus het is wel heel bijzonder om dat te doen. En om te kijken alleen hoe, in voor hoeveel, meer, toch? Ja, alleen voor meer. Ja. Vooral op Museumplein met Koninginnedag elk jaar. Dus ja, daar staan er toch 120.000. Dus, ja. Dus we zijn er wel een beetje aan gewend. Ja, dat is een piece of cake. Ergens vorig jaar hebben we besloten om gratis muziek weg te gaan geven. Omdat de hele muziekwereld verandert als een idioot. En we merken gewoon heel veel dat mensen met telefoontjes en met dingetjes in het publiek staan om opnames te maken. En wij denken, ja, we kunnen dat gewoon beter zelf doen. Want dan weet je in elk geval dat de kwaliteit goed is. Dus we zijn er vorig jaar tijdens de theatertour mee begonnen. En dat was een erg groot succes, mag ik wel zeggen. En tijdens de clubtour dit voorjaar hebben we het weer gedaan. En we gaan het in elk geval bij Constantie weer doen. Dus ja, mensen kunnen na afloop van het concert een aantal tracks, als het mee zit van dat concert zelf, downloaden. Toen zou je het heel slecht gespeeld hebben. Ja. Dan zijn we heel slecht zijn. Ja. Maar zelfs als we heel slecht zijn, zijn we nog goed. Ja, dat is waar. Dus ja. Cut. Dit jaar staat EOS op Concert at Sea. Dat mag niet missen, want het wordt een geweldige avond. Check het uit. Nu die kaart kopen. Kom lekker eens voor EOS. En zo. En zo. En zo. En andere band. En de rest. En Bluff. En Counting Crows. Crash Hip. De scene toch ook? Steve, Steve. Maar vooral EOS. Dus koop die kaarten, kom naar Constantie en kom naar ons kijken. En luister. Tot dan.